Vandaag vrijdag 22 juli. Vincent heeft hier de platen alvast gemonteerd waar de balken op komen te staan waar de keukendak zo meteen op rust. Hij heeft de gaten geboord in het beton. Hij heeft de bouten vastgezet met chemische ankers. En dat is een twee componenten lijm die je in de gaten spuit en dan stoppen ze een draadtent in en dan wordt het keihard en dan zit hij vast. Verder zijn ze bezig geweest met bij de schuur om hier de aansluiting te maken met het dak van de nieuwe keuken. Dus het gaat zo meteen schuin omhoog daarna de nok. Verder komen we erachter dat de muurplaat, dat is deze balk waar de spanten op rusten, die is slecht. Evenals spanten die je daar nu ziet, die zijn ook slecht. En die balk die daar op de rand ligt, daar naar boven, die is ook slecht. Dus die gaan allemaal vervangen worden. Dus de muurplaat tot hier waar alle aansluiting zit. Daar vandaan gaat hij helemaal vervangen worden. Dus dat kwamen we erachter tijdens de werkzaamheden. Dat die spanten gewoon heel erg slecht zijn. En voor de rest van het dak zijn ze nog wel aardig goed. In ieder geval zijn die verregaande staat van aantasting. We hebben daar ook nog een hoekje gemaakt. Verder ben ik in de badkamer bijna door het... ik ben door het beton heen en er liggen nog Tempex. Laat zien. Tempex platen, die heb ik nu zo goed als uit. Liggen daar. Dus er is het beton opgestort. Moet je er een beetje afkrabben. Het is wel lekker donker hier. Wat een beetje video. Dus hier zit ik op het zand. En daar moeten we heen. En onder de plek is het zand. En dan kunnen we dat volgende week afgraven. Dus dat. En dus dat is de laatste laag. Oh. Dus dat was hem voor vandaag. Tot de volgende.